En we kunnen, deelnemers. Het voorwerk is voorbij. We gaan de defilé muziek instarten en gaan dan de ponies aan u voorstellen, dames en heren. Vandaag de Bros Stables mini-wokaal. En dan gaan we ze aan u voorstellen, dames en heren. Een beetje pleinvrees heeft pony nummer 1, Amy, maar die gaat wel het defilé aanvoeren. Die wordt gereden door Ayla Talman. Start nummer 2 is voor Tess Bakker met Mandy Special. Onder nummer 3, Ronald Lam met Annemiek. Joe Tesselaar, dat is de zoon van Dion Tesselaar die zojuist won. Die is nu actief met een pony en dat is Jack. De 5, Lisa Leuzink met Turbo. De 6, Jennifer Haarsma met Pinkie Pie. En Puk Kromkamp rijdt de 7, Bart. Onder nummer 8, Dani Cordel en Jannes. De 9 start niet. De 10 is Christa Lauwersheimer met Stanley. De 11 is een hele snelle. Dat is Roos met Stacy van Brederode. En de 12 is haar zusje Liz van Brederode met Topper. Deelnemers op weg naar de start. Ponies arriveren bij de start, dames en heren. De voorste ponies, dat zijn de tweede, nummers 1 en 2, gaan op 400 meter van start. En de achterste pony op 450 meter. En dat houdt in dat vandaag die ponies die achteraan staan een hele goede kans hebben om te winnen. Die hebben wel eens verder weg gestaan. Dat gaan we straks ook zien. Het zal niet al te lang meer duren. Ponies staan bij de start. Kijk even waar de starter is. Die zien we ook. Starter Beukema, bekend van de karts. Waar hij destijds Jos Verstappen nog een vliegende start heeft bezorgd. Dat gaat hij nu doen met de minis. Beukema kijkt en ziet dat het goed is. Op uw plaatsen 1, 2 af en de start is gevallen. Ponies zijn onderweg en de voorste twee ponies die hebben uiteraard een gezonde voorsprong. Dat zijn Amy en Mandy Special. En Mandy Special aan de buitenkant neemt nu de leiding over. En dat doet hij precies halverwege de Tjarda-bocht. Mandy Special aan de leiding. Amy op de tweede plaats. Daarachter komt Joe Tesselaar naar voren met Jack. En daarachter volgt dan aan de binnenkant Turbo met Lisa Leusink. Zo gaan de ponies de bocht door. En de deelnemers gaan de bocht door. We gaan ook even kijken naar de pony die aan de buitenkant springt. Ik kan u nu alvast vertellen dat die is uitgeschakeld. Die pony helemaal aan de buitenkant. Wie het is kan ik niet zien. Maar die gaat eruit. Die maakt terreinwinst met een galopade en ligt nu bijna naast de koploper. Kan echt niet. Zo zijn de deelnemers in de laatste rechte lijn. En er wordt gesprint over de volledige breedte van de piste. Waarbij aan de buitenzijde Jack opkomt met Joe Tesselaar. Maar aan de relingzijde nog altijd een licht voordeel voor Mandy Special. 4, 5 ponies nu op één lijn.
En het is spannend. Aan de relingzijde is Tess Bakker met Mandy Special nog altijd licht in het voordeel. Aan de buitenzijde komt nu Jack met Joe Tesselaar. Die twee naast elkaar, maar helemaal aan de buitenzijde komt weer zo'n kleine Van Brederode aangevlogen. Dat heeft Joe Tesselaar inmiddels ook gezien. En helemaal aan de buitenkant vliegt hij het hele veld voorbij. Gaat deze koers ook winnen? Het is de 11 die hem gaat winnen. De 11 wint, daarachter de 4. Daarachter de 10, dan de 2 en dan de 6. De 11, de 4, de 10, de 2 en de 6. Voorlopig. We gaan de huldiging even van boven doen, dames en heren, want we hebben weinig tijd. Zometeen gaat het weer verder met de voorbeschouwing voor koers 7, de amateurkoers. De eerste 5 ponies, de 5e plaats is voor de nummer 6, Jennifer Haarsma met Pinkie Pie. 4e plaats voor de nummer 2, Tess Bakker met Mandy Special. Derde werd de nummer 10, Christa Lauwersheimer met Stanley. Tweede plaats was voor de 4, Joe Tesselaar met Jack. En de winnaar was de nummer 11, Stacy van Brederode met Roos. Alle ponies komen terug voor de huldiging. Is voor alle deelnemers ook een prijsje beschikbaar. Deze ponydraverij werd gesponsord, dames en heren, door de Bros Stables. Dat is een toonaangevend fokker in Nederland en daarbuiten. Fokker met fantastische hengsten, met geweldig merriemateriaal. En dat wordt ieder jaar op de veiling ook ruimschoots beloond. En er zijn talloze goede brospaarden. Een deel daarvan staat bij Dion Tesla, maar ze koers ook in het buitenland. De meeste prijzen, de grootste prijzen, die zijn voor Stacy van Brederode met Roos. Tweede plaats voor de nummer 4, Joe Tesselaar, Jack. Derde werd de 10, Christa Lauwersheimer, Stanley. Vierde plaats voor de 2, Tess Bakker, Mandy Special. Vijfde was de 6, Jennifer Haarsma met Pinkie Pie. Mooie beker voor Joe Tesselaar. Medaille erbij. En we doen het even in vogelvlucht, Wilma, als het kan. We moeten verder. En we gaan beginnen aan de ereronde, deelnemers. We gaan er maar gaan. We gaan de ereronde rijden, dames en heren. Vooraan en het meeste applaus voor Stacy van Brederode en Roos. Maar ook de andere deelnemers hebben een applaus verdiend. Uw applaus, alstublieft.